Het is niet het wantrouwen in de corona-app dat zorgde voor 10.000 doden. Dat waren de traditionele partijen, die het coronavirus eerst voor een griepje hielden, die de strategische voorraad aan mondmaskers vernietigd hebben, die het zorgpersoneel niet konden voorzien van test- en beschermingsmateriaal, die zelfs nog geen maatregel deftig konden communiceren. De nieuwe regering is zelfs geen haar beter. Meer dan 1,5 miljoen bruikbare mondmaskers geraken niet herkeurd. Men heeft nog geen plan om vaccins te verdelen. Men heeft zelfs nog geen begin van een plan om sneltesters te bestellen, terwijl onze buurlanden dat massaal doen. Er mag zelfs geen echte onderzoekscommissie komen om dit allemaal uit te zoeken. Denkt u dat u met of zonder app op die manier vertrouwen wekt?